Ik ben Gijs Hendricks van Grinswijn Agritechniek en Advies. En we staan hier in Overloon in de stal van Martijn van Gaay, waar we een onderzoek hebben gedaan naar de Rudax-verlichting. Bij Martijn hebben we de kans gehad om met twee verschillende lichtsituaties in één stal het effect van blauw licht op melkvee te onderzoeken. Met de Rudax-verlichting halen we 200 lux op ooghoogte van de koe in de lichtbox. Daarnaast behalen we 10.000 Kelvin in kleurtemperatuur, wat gelijk staat aan een blauwe kleur wat de koe goed waarneemt. Voorheen had Martijn TL-lampen en LED-verlichting in de stal. De LED-verlichting is gebleven om te vergelijken met onze Rudax-verlichting. De verwachte resultaten hebben we niet alleen behaald, maar zelfs overtroffen. Alleen aan de kant met het blauwe licht van de Rudax hebben we een stijging in de melkproductie gezien van 7%. Daarnaast vindt Martijn het licht fantastisch om onder te werken. Dankzij de positieve resultaten en de fijne samenwerking met Hato kijken we ernaar uit om ook andere melkveehouders blij te maken met de Rudax-verlichting. Partnerships staan bij Hato centraal. Wij vinden het belangrijk dat onderzoek de basis vormt voor onze producten. Daarom werken wij graag samen met onze partners, zoals Van Grinswijn Agritechniek en Advies, om zo het effect van onze verlichting nog beter te kunnen onderzoeken. Samenwerkingen zoals deze stellen ons niet alleen in staat om onze producten te verbeteren, maar ook om onze kennis te delen en om te groeien met onze partners.